wie hebben we hier? We hebben hier... En dit stukje heb ik dus alweer gedaan. Ja. Ik ben dus bezig met inkleur. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin. Ja, en de dieren vanzelf altijd. Maar het is vandaag dinsdag 5 oktober 2021. Het is nu 8:30 in de ochtend. Ja. Ik heb lekker een bakje thee bij me. Ja. Ik ga mijn schoentjes aandoen. Hoe mijn haar nu nog zit, maakt me even niet uit. Ik ben nog even bezig geweest. En straks ga ik met de vier voetjes lopen. Schat, zometeen. Zo. En dan wensen wij jullie heel veel kijkplezier met deze gloednieuwe vlog. Het is een beetje druk in de straat. Want 1. De pakketbus staat hier. En 2, ze zijn daar bezig met de ork. En ze zijn daar bezig met de straat. Dus ja, hoe druk wil je hem hebben? En ik ben ook druk bezig. En Debbie komt zometeen over een kwartiertje, maar ik wacht nog op een pakketje. Ja! Is zo! Ja! Ik wacht op een pakketje. Ja! Ik wel! Maar oké. We gaan even wachten op een pakketje die er zo meteen aankomt. Hoop ik dan toch. Voor Lady. En wie hebben we hier? We hebben hier Bobby. Ja, helemaal geweldig. Top. Hè, Bob? Ja. Bobby. Hey, kerel. Ja, iedereen vindt jou leuk. Ja. Hey, hallo, koekoek. Ik ben hier. Hey. Ja. Ja. Kom. Nee, jawel. Hi, Bob. Hoi, hoi, ga je achter me? Serieus? Kom maar, kom maar. Ja, ja, dat ben ik weer. Het is inmiddels alweer 6:56. En ik heb al een hele tijd hier een mooi pakketje. Ja, en ik weet wat erin zit. Maar ik ga het samen even unboxen met jullie. Dus ik weet niet of jullie er heel veel zin in hebben, maar ik denk het wel. Ja, dat hoop ik toch wel. Dat jullie er heel veel zin in hebben. Want we gaan het gewoon lekker samen openmaken. Ik heb hier een schaar, hè? Dus kijk uit. Zo. En jullie hoeven er niet voor uit te kijken, hoor. Maar als je een kind hebt of zo, is het altijd wel handig om even daarmee uit te kijken, ja. Zo. Daarom zeg ik, ik weet wat er al in zit. Het is voor mijn lieftallige grote vriendin. Lady. Ja. Jozo weer een nieuwe. Snoepjeszakje. Helemaal geweldig, helemaal top. Oh. En ik heb... Toen was hij een doek. Ja, wat in hem. Leuk. En ik heb hier een mooie nieuwe tuin. Ja, hartstikke mooi. Ja, Roderick is er ook, maar die mag er nog niet op. Nee. Die is ja, dat is zo. Hartstikke mooi. Nou. Ja, ik ben even met heel veel dingen bezig, maar oké, maakt niet uit. Maar ja, want haar andere tuig die zegt binnenkort van doe het lekker zelf. Ze vindt gewoon tuigen fijner dan halsband. Dus dan moet je daar ook maar gehoor aan geven. Hè. Het is wat je hond wil. En ik heb nieuwe labels besteld bij Wiz. Dus die komen ook binnenkort. Dus ja. Dus ze mag binnenkort deze gaan aan gaan trekken. En dan kan die andere plaiten. Ik ken de prullenbak in. Ja. En daar is mijn andere pakketje. Mijn nagellak. Want ik hoor, want het is namelijk een briefbuspakketje. En ik hoor nou de mensen van PostNL waarschijnlijk het in mijn briefbus doen. Maar dat straks later. Hallo. Koekoek. Hallo. Ja, al ben ik weer. Dus ja, dus dat straks. Dus komt goed. Ja, lekker in de auto, in de regen. Drodie wou even nog naar de Jumbo, dus daar zijn we naartoe gereisd. En dan om 2:00 heb ik een intake en voor huishoudelijk hulp. Die ik dus voor 4 maanden toe heb gewezen gekregen. Dus ik krijg dus een intake straks.
Nou ja, en dan gaan we het gewoon wel lekker afwachten. Ja. En kijk, dit is dus mijn eigen haarkleur, dit. Dit is gewoon echt mijn eigen haarkleur. Ik laat dit ook weer lekker groeien. En ja, dit is nog steeds mijn haarkleur, hoe het er nu nog steeds uitziet. Dus, ja. Maar wat ik al zei, het is nu 1:15 en om 2:00 krijg ik een telefoonka. Telefoonka, yep. En dan gaan we het even maar afwachten wie ik ga krijgen. Ja. Maar ik ga wel zeggen tegen die mevrouw dat ik iemand wil die geen mondkapje draagt in huis. Dat wil ik absoluut niet. Nee, want ik wil dit zien. Want als je dit ziet, zie je. Ja, dan kan je. Dan weet je niet wat iemand zegt. En dan zie je ook niet dit. Ja, dan kun je. Nee, dat is niks voor mij. Toch? Niks, helemaal niet. Nee. Ook nog een zonnebril op en een hoed, dan ben je helemaal klaar. Ja, precies. Dus de auto is weer gestart. Dus we gaan weer naar huis. En zoals jullie weten, hadden wij wat in een glas gedaan. En ik ga hem eruit halen. Het is een schildpadje. Ja. Yeah. Het is een schildpadje. Deze is leuk. Ja. Deze is leuk. Zo, we gaan weer even een eitje in het water dompelen. Ja. En ik ga nou niet zeggen welke kleur of wat dan ook. Gaan jullie allemaal zien. Gaan jullie allemaal zien. Allemaal zien. Dus, en deze zet ik dus weer hier bij de verzameling neer. En toen was hij al water aan het opzuigen. Yep. Dus, en het is nu 2:15 van dinsdag 5 oktober.
En dit stukje heb ik dus alweer gedaan. Ja. Ik ben dus bezig met één kleur. En de kleur is namelijk de D. Nou, en hier staat dus een D op. En voor de rest zie ik helemaal geen D, 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 D meer. Dus dit is de D. Ja. En het komt er eigenlijk zo uit te zien. Ik zal heel even weer proberen. Ja. Kijk, dit is liggen. Oh. En moet je deze hier zien liggen. Ook lief. Ja, je bent lief, ja. Nou, zoals jullie weten ben ik dus hier lekker mee bezig. Ja, helemaal top. Hier dus mee bezig. Lekker, 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 lekker. Ik heb nog aardig wat te gaan. Een loftrelay ligt op de gang. En dit ben ik nog even aan het doen. Ik ben dat nog aan het doen. Daarom ben ik even lekker met dit bezig. En dan vind ik het ook helemaal goed. Even met mama aan het bellen. En ja, ik heb... Dit is ook weer wat nieuws. Ook leuk. Helemaal top. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Later. Doei doei.